Michael, kom eens even. Wat ben je? Michael, we zijn nu in de tref waar de nieuwe winkel in Middelburg straks komt. Ja, ja. Maar waar komt nu precies jullie winkel? Want we zijn vanaf dit raam. Waar wordt de roltrap? Hier, er wordt een roltrap. Oh ja. Speciaal voor winkelwagens. Je kan vanaf de kelder of vanaf het parkeerterrein kan je zo naar boven lopen. En dan wordt dit wordt onze ruimte. Maar dat wordt dan toch wel je grootste winkel tot nu toe? Of, dat klopt. Ja? Ja, dat klopt. Ga je dan ook andere dingen doen dan bijvoorbeeld in Capellen of in Goes? Ja, het assortiment dat wordt wel uitgebreid, maar daar komen we later nog op terug. Dus dat is nog niet helemaal zeker, maar we krijgen sowieso meer artikelen. Ja. En hoe is het met de planning? Want het is natuurlijk een beetje gekke tijd. Nu wordt er ook niet gebouwd op dit moment. Gaat dat nog wel door? Of? Ja, ze zijn nu niet, maar normaal gesproken zijn ze bezig. Ik ben vorige week ook geweest, toen waren ze ook volop bezig. Week 21 wordt de oplevering. Is dat juni? Dat is mei, eind mei. Ja, laatste week van mei. En dan hebben we een week of zes denk ik nodig, 6-7. Dus ja, eind juni. Dan hopen we het helemaal te tweaken. Dan moet hij helemaal shinen, ja. Ja. En nu we het er toch over hebben, ben je ook nog op zoek naar medewerkers? Of is dat iets voor latere zorg? Ja, we zijn ook op zoek naar medewerkers. Die kunnen een mail sturen naar info@fruitshop.nl. Dat is voor de verkoop, is dat? Verkoopmedewerkers? Ja, dat is voor de verkoopmedewerkers en alles netjes leggen. Precies. En mensen te woord staan. En, net zo'n beetje als je op de markt de aanspreekpunten hebt, de mensen die... En dat blijf je ook gewoon doen, toch? De weekmarkt in Middelburg? Blijf ik ook doen, ja. Ja, het gaat er gewoon naast. Ja, dat het is wel een te gekke ruimte, hè? Het is echt... Ja, super. Ik ben er heel blij mee. We hebben er ook heel veel zin in. Hey, en dat stukje hier rechts dan, want dat hoort dan net niet bij jullie? Nee, er is nog een kleine ruimte die, ik weet niet of die nog verhuurd, of die nog te huur staat, of dat die verhuurd is. Ik heb geen idee. 2 maanden geleden stond die nog te huur, maar ik denk dat die inmiddels wel verhuurd is. Ja. Het wordt dus spannend wie je buurman wordt. Dat wordt spannend, ja. En ik hoorde je net met iemand kletsen, je krijgt geen ingang aan deze kant van de Pottenbakkersingel, of wel? Nee, klopt. Nee. ASR, dat is de verhuurder, die wil alles eigenlijk in het centrum houden, qua loop. Dus wij mogen alleen distributie vanaf de buitenkant. Ja. Want die hal die begint echt al gestalte te krijgen. Ja, die komt mooi, hè. En wanneer gaat de Brainwash open? Weet je dat? Is dat ongeveer gelijk met jullie? Wel eerder? Geen idee. Ik denk over een paar weken. Ja, dit zal over een paar weken klaar zijn. Maar je ziet hier nu ook echt zo'n hele lichtstraat. En dan moeten ze ook nog mogen knippen natuurlijk. Ja, dat is ook nog een ding natuurlijk. Ja. Daar heb ik nog niet eens over nagedacht. Komt daar een pinmachine of zo? Ja, pinautomaat. Oké, het wordt wel wat. Ja, dus, we hebben er zin in, hier komt de ingang. En dan wordt de rest wordt helemaal een glazen puin. Dus dit wordt een ingang en een uitgang. Hey, nu je er toch staat, ik nog een laatste vraag. Ja. Hoe is het met de zaken bij jullie in de crisis? Want mensen kopen natuurlijk nog wel fruit en eten. Ze kopen wel groente en fruit, dat wel. Voor ons is het wel minder. Ja, er zijn minder mensen in Zeeland, je hebt minder toeristen. Ja. Dus, maar goed, er zijn bedrijven die worden heftiger getroffen. Daar leef ik meer mee. Je kan nog steeds voorbestaan. Gelukkig. Wij kunnen voorbestaan, ja. Nou, het is fijn dat dit allemaal nog kan en dat deze winkel er straks ook komt. Ja, gelukkig wel. En deze winkel hebben we zin in. We gaan er lekker knallen. Er komen mooie acties. Precies, de fruitshop vestigt zich definitief in Middelburg. Fruitshop XL in Middelburg. Ja, mooi man. Ja, leuk.